De Indonesische ambassade heeft in samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling twee afzonderlijke trainingen verzorgd in Suriname. De trainingen Coconut Shell en Pottery Kokosbas en Aardewerk zijn in de periode van 16 tot en met 29 september verzorgd in de Suki Irodikromo Volksacademie voor Kunst en Cultuur te Sanabudaya. Aan deze trainingen hebben in totaal 64 Surinamers deelgenomen. De participanten hebben op 9 oktober in de hal van de Indonesische ambassade hun certificaat in ontvangst genomen. De certificaten zijn uitgereikt door speciale gasten, onder wie de ministers Edgar Dikant van de regionale ontwikkeling en zijn collega Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Voor deze trainingen heeft de Indonesische ambassade twee professionals uit het regentschap van Bantul, Indonesië, laten halen. De trainingen waren deel van een project waarbij de Indonesische ambassade wil bijdragen aan capaciteitsversterking voor ondernemers in Suriname. Dit project is een uitvloeisel van de stedenband tussen de stad Paramaribo en het regentschap van Bantul. Deze stedenband is in 2014 van start gegaan.